Zien jullie die jongen daar? Dat ben ik, de staljongen van prins Willem III. Ik vertrek straks samen met de prins en het grootste deel van ons leger naar Charleroi, een stad in België. De prins heeft een belangrijke opdracht. Hij wil de aanvoer van wapens en soldaten voor het Franse leger blokkeren. Ik mag mee om de paarden te verzorgen tijdens deze reis. Ik voel me trots, maar ook een beetje zenuwachtig. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik weg uit mijn dorp. Mijn moeder vindt me nog een beetje te jong daarvoor. Maar ik ben al bijna 12. Ik heb haar plechtig moeten beloven om geen domme dingen te doen. En ook om haar elke week een brief te schrijven. Nou, dag allemaal. Tot over een hele lange tijd. Neemt u mijn zakdoek maar om je tranen te drogen. U kunt trots zijn op uw zoon. Hij helpt ons land mee te verdedigen. En voor de zomer is hij vast weer veilig terug in Bodegraven. Je voelt het nu elke dag kouder worden. Ik hoop dat het maar niet gaat vriezen. De waterlinie is hier op zijn smalst en kan razendsnel bevriezen. Er ligt dan een ijsvloer klaar voor de Fransen, terwijl wij maar een handjevol soldaten hebben in ons kamp. Als dat maar goed gaat. Ja, ik was er al bang voor. De vroegere waterlinie. En daar aan de overkant, daar zitten de Fransen. Hoor je ze? En die zijn met 3.500 man onze kant op gekomen, over het ijs. Maar gelukkig, de volgende dag begon het te dooien. En is die opmars gestrand in smeltend ijs en modder. En ze moesten weer terug. Maar jamais. Tot nooit meer. Maar de terugtocht hebben ze wel Zwammerdam en Bodegraven volledig geplunderd en in de as gelegd. Ik hoop dat de dorpelingen op tijd konden vluchten. Maar die waterlinie is, kantje boord, toch wel ons ultieme wapen geweest tegen de Fransen. De oorlog in Holland heeft tot eind 73 geduurd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het met die staljongen is afgelopen. Wat denken jullie? Thank you.